Ai, godvervlammeste miljard, ik weet weer niet meer dat ik die snuit ook gelaten heb. Dat is toch wel erg, jongens. Ik ben dat nog vergeten. Ah, ja. Dat is van pure miserie. Ja, dat kan niet anders. Hela, wat kom je hier doen, hè? Hé? Kom je een beetje kijken of kom je een beetje luisteren? Maar, misschien kom je me helpen zoeken, ja. Ja, misschien helpt je me zoeken. Maar weet je wel wat dat des ne snuiten kwam? Die mode is al lang al voorbij. Allee ja, wat kom je doen? Kom je kijken, kom je luisteren, kom je maar bespioneren. Oh, wacht. Oh. Ik weet het. Ik heb hem hier achter die een buum gelaten, geloof ik. Jongens, toch. Ah, chance, want ja, moet je hierna opletten of alles waar hier gepikt zal, hè? Allee. Weet je eigenlijk wie dat ik ben? Hm? Ik ben de moeder van Jan de Lichte. Ja, de moeder. En ik kon maar ze bieten, ik schiet nog die smerige kallen van een Francine van de Putten. Dat smerigste ik vergif. Die paas dat ze zei hier, als je maar alles over mijn Jan mag vertellen, maar dat zou ik er geen woord zijn. Hè. Ik heb er nog een donaghaken met de pel. En dat God dat smerigste ik vergif, er een beste dag niet zijn. Dat mag ze weten, zijn. Ja. Ze willen mijn Jan zijn vel. Ik kon niet zeggen dat het een heilig prentje is. Nee, waar vandoor. Maar wat die godverdomse smeerlappen allemaal over mijn Jan vertel, ah wel, dat is een echte schande. Oh, jongens, toch. De mensen weten niet hoeveel ik afgezien heb om dat kindje op de wereld te zetten. Ja. En dat was nog maar het begin, hè, mensen. Een slachtneter, een slachte sloper. En alsof dat dan nog niet genoeg was, nog een schreeuwen. Bah. Oh, jongens, toch. Van s'maans tot s'overs, dag en nacht, janken en blijten en blijten en janken en nog een keer janken en blijten. Oh, ik stond door heel Hans alleen weer. Hé. Mijn ventje, ja, die dronk hem ondertussen een stik in zijn voeten. Oh, als onze Jan eindelijk 2 jaar geworden was. Eindelijk, hè, jawel ja. Dan schoot er van mij niet veel meer over. Hè. Dat was ik een wrak. Maar ik moet wel zeggen, dat moet ik erbij zeggen, schreeuw me of niet. Het was een vrieschuw kindje, Kijk, zie, ik zie hem er nog in zijn bakje leggen. Oh, met zijn kleren kijkertjes, jongens, toch. En een slimmeke. Slim en schuin. Dat doet je van mij. Want de lichtjes trok je alleen maar op langs de buitenkant. Hè. Dat was dan nog een koppige ezeluk. Ho, juist gelijk zijn voor. Zie, als ik godverdomme door nog op pa zit, dan was ik nog gloeiend collega gewerkt aan. Toen was je in de koppen gehoord geweest, dat leefde je aan nog. Jongens, toch, de Fransen, die smeerlappen, die willen een deel van ons opbrengst. Maar alle jongens, toch, we onszelf bekans niet. Maar ik zei, maar geef er dat toch, daarmee zijn we er vanaf. Nee, jong. Nee. Hij moest weer niet luisteren. Hè. Hij moest altijd zeggen, dag doen. Ik heb geroepen en getierd en gevloekt, maar dat was allemaal geen avans. Meneer, ik moest zeggen, dag doen. En wel, ja, ze. Het was er rap mee gedaan. De Fransen hebben er door korte metten mee gemokt. Ze hebben hem ophangen. Onderwilig, op het kerkhof. En ze hebben hem door een week laten hangen. En onze Jan stond erbij en die had allemaal gezien. En alsof dat dan nog niet erg genoeg was. He. Die jongen werd op die dag 14 jaar. Paastoornik erop. Een schone cadeau voor een verjaardag. En sindsdien is onze Jan heelgans veranderd. Het is godverdomme die Franse smeerlappen en schoentje dat onze Jan zuur koleriek geworden was. Hij had dat allemaal gezien. Hè? En dan zien we dat die Fransen en die Oostenrijkers allemaal uitstoken. Beesten worden dat. Ze pakken nog eten en nog drinken mee. Ze amuseerden met de jonge meisjes en met de vrouwen. En als dat nog niet genoeg was, stoken ze kot nog in brand bij.
naar de Janse Jan, allemaal gezien. En ze er tien en ze zijn de jongen zuur anders geworden en choleriek, rozend choleriek. De vlammen schoten precies uit zijn ogen. Ja, ja, het trekt op, maar ik ben nu choleriek. Dat is toch niet mis mee, een mens moet hem toch een keer kwaad maken, zeker. Er ben je mug dan niet opkroppen, dat is slecht voor de gezondheid. Maar nooit, er ben nog die godverdomse kalle van een Francine. Plus, hè, plus de klik van dat paster, plus de lompen André en de manken Dries. En nog enige van die smeerlappen die anders als leugens over onze Jan vertellen. Vuile, smerige, stinkende leugens. Ah ja, dat is om weg te steken wat dan jezelf uitgestoken hebt. Want die hebben tien en tanden op hun kerfstok. Dat mag je weten, hè. Maar ja, nou, waar alles in onze Jan zijn schoenen geschmoven. Smerig krapul is dat, hè. Ik weet het. Ik weet het. Er is één ding dat je niet om je kunt doen. Nee, ik weet het. Had dat niet mogen doen. Aan hoe dat hele holissel in dat pastoraat van Zandbergen niet mogen stelen. Maar ja, jongens, zeg, hele holissel. Onze Jan wist dan niet wat dat was, die hele holissel. We zijn weer geen pileren beter, zei. En daarbij, dat was een onnuzel klein potje. Ik heb dat zelf niet gezien, nou ja. Onze Jan heeft dat verkocht. En ze hebben door een onnuzelheid voor gekregen. Dat moet je niet om uit te dealen. En ja, en dan is het met zijn moeten iets gaan drinken in de afspanning. Dat is toch normaal, zeg. Ga me zeer een ruk geren, je moet je nog niet afstraan. Je moet je leugens vertellen, zeg. Sindsdien is onze Jan opgejocht gelijk een wild konijn. En dat lintje naar Kozenummer om bij zijn liefken te zijn, dat is toch wel aardig, zeg. Ja, Marieke, dat is zijn liefken. Ho, hij kent je al lang van als ze klaar waren. Die gingen spelen met Batuur om de Meul. Vagenende was de Rukbach. Die stoken er van alle ronde deugen niet eruit, ja. Ja. En nou is dat een koppelke. Het is een schuurkoppelke, zei. Echt, waar een Vries schuurkoppelke. Maar Rieke, die is steken zot van onze Jan. Zot. Maar ik zeg het. Ze hebben nog geen akkoosje om bij je te zijn. Dat is toch wel haar. Dat is nog toch ook je leven. Ik stel je dan nog een keer voor. Ah, jongens, toch. Maar ik moet wel één ding zeggen. Ik ben fier op mijn Jan. Ik ben blij dat je voor zijn eigen opkomt en dat je van niemand geen schrik hebt. Voilà. Ik weet al wel, hé. Onze Jan gaat soms een keer stelen. Moet je er allemaal geen drama niet van maken, hé, zeg. Wat zou je geur doen als je honger hebt en je hebt geen klieren onder lijf? Hé, wat zou je doen? Wat zou je doen als je aan het verhongeren bent? Pas ik er goed? Juist zelden, ik ben er zeker van. Ah ja. En daarbij, onze Jan gaat nu het stelen bij arme mensen. Hij gaat stelen van de rijken, die hebben toch genoeg en te veel. Onze Jan heeft dat gezet en ik geloof hem. En daarachter deelt je dat uit om de sukkeleers die niet hebben. Maar door, hè, door werd geen woord over gezaaid. Tegen niemand werd er door over gesproken. Alleen slecht werd erover verteld. En wat dat er verteld werd, ai. Overdrijven van azuur, maken ze azuur verhaal, hè. Weet je wat je nou vertelt? Dat onze Jan een postkoets overval. Ai, schopen mensen toch al, een postkoets. Dat was niet zeker de benje van een dikke Frans of wat weet ik niet wie, maar toch niet van onze Jan zeker. Onze Jan eigen benje. Daarbij, godverdomme, dat bende van Jan de Lichte, dat bestaat niet. Wie heeft er dan al uitgevonden? Mag een duivel weten, zei. Ja. En dan is er nog dat verhaaltje van de jaarmarkt van Sint-Lieve-Zaten. Ja, jongens, toch. Ja. Als die mannen vechten, is er soms een kunnen duwen. Ach, maar ja, als ze die een keer beginnen smijten en slaan, jongen, toch. Ah wel, ja. Op de jaarmarkt hebben ze onze Jan zodanig gepest, getreiterd, bloed van onder zijn ogen gepest. En onze Jan is koor geworden.
koleriek koud geworden. En dan is die een stomme lompen is die door tegen zijn baas geluipen. Dat was een accident, niet meer en niet minder. Ze hebben onze jonder bekonstuur geslagen op de Joormarkt. Ah, chance dat je kunt ontsnappen is met zijn broer en met onkel Salomon, want anders weet ik niet wat er door zou gebeurd zijn. Hè. Grote malheuren. Ja, vrije grote malheuren, dat zou er door gebeurd zijn. Dat weet ik zeker. Maar nu schiet ik met z'n biet naar dat smerig vergif van die Francine van de Putte. Want, weet je wat ze nog over vertellen? Maar ze zou er smoel moeten nagen, daar mag ze zeker van zijn. Hè. Ze zou toch wel zeker vertellen dat haar moeder zot geworden is door die overval op de winkel van de Putten. Godverdomme, leugens, leugens en nog een keer leugens. Zou ik een keer iets zeggen? Die moeder is al heel haar leven zo zot als een achterdeur. Je moet je mij niet leren kennen. Zij kent ze al heel mijn leven. Ze is ongeveer zo oud als een kik. En als ze jong was, ja, ze zag er niet slecht uit. Maar jongens, toch als u een simpele duif. En ze is daar op die of andere manier troeten van de Putten rond haar vinger gedraaid. Ja, wat zou je willen? Ik verstand nog het niet. Of dat ze die lamme goedzak had, mijn nuzeleer, om nou kunnen geslagen. Ik verstand nog altijd niet. Zowel soms een vrije franke toot, dat moet ik zeggen. En nou zeg, ga ik er door naar een saloon geven, Francine, dat ze er niet goed van gaan zijn. Hè. Ah, ze zat er smoel moet nagen, daar mag ze zeker zo zijn. En daarachter duiken mijn onder Marie en ik. Want ja, ik heb gehuurd dat er al enige maanden opgepakt zijn. Tuur van de Meul die mij dat vertelt. Misschien zijn ze dat van ons ook van plan. Maar dat zou geen woord zijn, hè. Niet dat we weer iets op onze kaartstok en zei Marie en ik, absoluut niet. Maar je weet niet, als dat wij verbakken open doet en tegen ons begint je getuigen wat er dan de gevolgen zullen van zijn. Maar het zal geen woord zijn, ze. Ik ben er van onder, geur blijft hier, smoel toe en zie dat geen klachten nu, geen schoeghuurd, hè.